De jong uh, morgen de wedstrijd tegen jong Ajax. Allereerst uh, de zomerse transferwindow uh, zit er natuurlijk op. Ben je content uh, met wat er allemaal bijgekomen is? Ja, er is heel wat weggaan, maar er is ook aardig wat bijgekomen. En uh, alleen de jongens die op het laatste moment komen, die moeten wel nog weer bijtrainen om, om inzetbaar te zijn. Dus daar hebben we nu op dit moment nog mee te maken. Maar dat, dat, dat draait straks bij. Ja, want dat is natuurlijk het grootste vraagteken. Hoe staat het met de fitheid? Uh, ze zijn dus niet allemaal inzetbaar. Meestal niet allemaal inzetbaar. Als je nu brengt direct al vanaf het begin. Ja, dan is de kans op, op blessures is groot. Hè? Dus dan moet je, maar dat weet je, als het zo laat is, als jongens zo laat weggaan en dat kon niet anders, uh, ...ja, dan, dan moet je wat terughalen. Dat hebben we gedaan, keurig gedaan. Hè? En, en, uh, alleen dan moeten wij er wel even heel goed op passen. Kun je misschien aangeven wie er wel inzetbaar zijn van de nieuwe jongens? Uh, Mark Diemens is inzetbaar. Dus die kan spelen. De rest van de jongens, misschien 10 minuten kwartiertje, moeten we nog zien morgen. Uh, dat, dat hoor ik eigenlijk morgen, hè, op de dag van de wedstrijd. Uh, en dan trekken ze de komende week heel snel bij. Dus, dus eind van de maand is, is alles normaal, ga ik vanuit. Mark is natuurlijk misschien wel de meest opvallende transe van de afgelopen window. Hij is weer thuis. Uh, wat merk je dat dat doet met de groep? Uh, Mark is gewoon een zeer prettig mens die ook nog goed kan voetballen. Dus Je merkt ook in de groep dat, uh, hè, dat jongens Benjamin Powers kan bij hem. Mark snapt precies hoe ik wil lopen. He, en en uh, ja, dat, dat zijn mooie dingen. Dan heb je uh, verlengstukken in het veld staan. He, en, en dat is voor een trainer mooi, maar voor spelers ook mooi. Mark, je eerste officiële wedstrijd voor SC Cambuur in het Stadion uh, staat voor de deur. Sta je te popelen? Ja, zeker. Uh, het is natuurlijk hartstikke, hartstikke leuk. Um, ja, eigenlijk vanaf het begin, toen ik bij Cambuur tekende, al gekeken van wanneer is de eerste thuiswedstrijd. Nou, die komt eraan vrijdag, dus uh, heel erg veel zin in. Hoe bevallen de eerste trainingen met je nieuwe teamgenoten? Heel goed. Vorige week een paar mooie trainingen gehad. Een goede wedstrijd tegen Groningen gespeeld. Een hele goede oefenwedstrijd waarin we van Groningen wonnen. Die eigenlijk met hun basis speelden. Dus dat zag heel erg goed uit. Dus die positiviteit meenemen naar vrijdag. Waar het echt om de knikkers gaat. En dan hopen dat we weer een hele goede wedstrijd neer kunnen zetten. Je merkt natuurlijk uh, om je heen dat er best wel wat van je verwacht wordt ook. Logisch, uh, ook gezien je, gezien je status. Uh, afgelopen week was ik erbij uh, tegen Groningen. Wat mij vooral opviel, is dat je de rest misschien ook wel 10% beter maakt. En hoe belangrijk is dat, jouw rol in het team? Ja, er wordt natuurlijk veel verwacht. En uh, dat moet natuurlijk wel, uh, wel reëel blijven. Um, ik verwacht ook heel veel van mezelf. Dus uh, ja, ik vind ook dat ik die kwaliteiten heb. Dus dat moet ik ook laten zien elke wedstrijd. Uh, alleen het is ook natuurlijk fijn voor andere jongens, denk ik, dat ik misschien wat rust aan de bal kan brengen en, uh, en aan, de bal, uh, aan de bal zuiver en goed kan spelen. Um, dus ja, gelukkig zag je dat vorige week wel terug. Alleen uh, vorige week was het natuurlijk wel een oefenwedstrijd. En uh, ja, als er licht aangaan, is het toch altijd weer even iets anders. Dus we moeten zorgen dat we vrijdag weer hetzelfde op de mat uh, brengen. En. Uh, ja, voor mij is het sowieso heel leuk natuurlijk weer zien met de supporters weer in een nieuw stadion. Dus uh, ja, al die dingen samen hoop ik dat we een, een prachtige avond van kunnen maken. Hij neemt jongens mee, maar dat, dat, dat is een teamsport bij ons. He, maar de, Mark is niet een Tovenaar, hij is gewoon een normaal mens. Dus, dus uh, het zal met het hele team moeten gebeuren. En hoe uh, zit het eigenlijk met de jongens die er al waren? Is iedereen inzetbaar? Nee. Uh, Matthias Narti, eigenlijk al een tijdje niet topfit. He. Dat is ook een jongen die hoort eigenlijk, ja, vind ik, uh, richting basis. Maar we moeten zien dat we fit krijgen. Van de week weer een tikje op de training. Dus weer niet helemaal fit. Dus dat is even afwachten. Uh, Benjamin Pauls door privéomstandigheden, afwezig. Zonde. Een mannetje hij is echt speciaal in voetbal. Dus die kan niet. Ja, en, en dan heb je de geschorste Nieling. En um, even kijken, Nicky Soeren is net teruggekomen. Uh, dus die, die heeft vandaag voor het eerst weer getraind. Dus ja, dat is even afwachten hoe dat uitpakt. Ja. Dus ondanks uh, dat je er zoveel jongens misschien bijgekregen hebt, is het toch even puzzelen? Ja, het is puzzelen, maar we hebben wel een mooi puzzel. We hebben een mooie, mooie ploeg staan, uh, een prachtige tegenstander. Ja, dus ik denk alles voor een, voor een mooie wedstrijd waarbij we het best wel eens even moeilijk zullen hebben. Hè, want die jongens die voetballen makkelijk. Ik weet ook niet met welke ploegen ze komen, dat, dat, is, dat is afwachten. Dat zien we op het laatste moment. Hè, maar, maar dat maakt qua speelwijze niet veel uit. We hebben natuurlijk mooi de tijd gehad vorige week om dingen te trainen. Om een goede oefenwedstrijd te spelen en deze week weer daarop voor te beduren. Dus vooral daarover gehad, van wat kunnen we beter doen. En, uh, ja, En wat zijn natuurlijk de, de goede punten van jong Ajax en de, en de mindere punten? Dus ik hoop dat wij daar gebruik van kunnen maken vrijdag. Ja, wat valt jou daarin op? Nou, dat er genoeg kwaliteit is, is natuurlijk heel jeugdig allemaal. Het is heel erg jong, maar we hebben nu gelukkig, uh, denk ik, met mij, met Kieft en, uh, en Michael uh, mooie ervaren jongens erbij. Dus wij moeten ook uh, in die zin elkaar gaan trekken. Op dat gebied van, van communiceren met elkaar en, uh, ja, en ook gewoon een stuk kwaliteit erbij brengen. Dus uh, ja, ik hoop dat we dat ook uh, kunnen gaan doen. En de rest daarin meenemen met die jonge jongens die proberen natuurlijk te helpen elke dag. Met bepaalde kleine dingetjes wat ik, wat ik vroeger ook heb meegemaakt. Dus uh, ja, ik denk dat die combinatie heel mooi in het team is. Het is een mooie combinatie van leeftijden nu bij elkaar. Dus uh, nee, ik denk dat er genoeg ingrediënten zijn om een heel mooi seizoen van te maken. We hebben natuurlijk een valse start gehad. Alleen uh, alles staat nog heel erg dicht bij elkaar. Dus uh, zorgen dat we vrijdag winnen. Daarna kijken we pas naar de volgende wedstrijd. Op maandag natuurlijk. En uh, zorgen dat we een mooie reeks kunnen neerzetten. Jong Ajax, uh, ik heb even gezien wat ze mee konden nemen eventueel deze wedstrijd. Omdat het eerste natuurlijk niet speelt. Uh, maakt jou dat nog iets uit? Nee, ik denk dat we ook vooral van onze eigen kracht uit moeten gaan. En, uh, en natuurlijk, Jong Ajax kan heel erg goed voetballen. Iedereen weet de kwaliteiten van, uh, van die gasten. Dus uh, wie ze ook meenemen, al die jongens kunnen goed voetballen. En, uh, en ik denk dat het niet, uh, niet afwijkt van hun plan. Dus wie ze ook meenemen, ze spelen altijd op dezelfde manier. Echt vanuit de Ajax-school. Dus uh, wij kunnen daar mooi, mooi op trainen en uh, dan zien we wel wie er vrijdag mee komen.